In 2000 nam Fons Kersten het melkveebedrijf over van zijn ouders. Nadat zijn vrouw Yvonne enkele maanden geleden haar vaste part-time baan op heeft gezegd, is zij, nog meer dan voorheen, actief in het bedrijf. Wie anno 2012 denkt dat melkveehouders mensen zijn die 7 dagen per week van 's ochtends 5 tot 's avonds laat onder de koeien zijn, die heeft het eigenlijk mis, hè Fons? Ja, voor mij was het in ieder geval duidelijk toen ik het bedrijf overnam dat ik niet alleen op de winkel wilde passen, maar ook vooral het bedrijf wilde ontwikkelen. Mm. En als je bedrijf wil ontwikkelen, dan moet je zorgen dat er ruimte is en tijd is om dat te doen. En dan moet je je bedrijf daarna inrichten. Ja. Dus, ja, we hebben daarom heel nadrukkelijk ingezet op groei. De afgelopen 10 jaar verdubbeld in omvang. Dus zowel in melkproductie als in grondgebruik zijn we verdubbeld. We hebben geïnvesteerd in een nieuwe stal in 2008, waar onze melkkoeien nu gemolken worden. Daar hebben we ook veel automatisering toegepast. Dus automatisch melken en ook heel veel aandacht besteed aan dierwelzijn. Zo hebben wij in deze stal koematrassen. We hebben een koeborstel die automatisch aanslaat als de koe eronder gaat staan. We hebben een mestrobotschuif. We hebben heel veel loopruimte voor de koe. En we hebben een geïsoleerd dak. En tot slot hebben we ook nog een computergestuurd gordijn. Op basis van een weercomputer open en dicht gaat. Dus we hebben geprobeerd heel veel aandacht te besteden aan dierenwelzijn en arbeidsgemak in deze stal. Maar met hoeveel mensen runnen jullie het bedrijf nou eigenlijk? Ja, dat is denk ik het mooie van die ontwikkeling geweest de afgelopen 10 jaar. Een verdubbeling in productie, dezelfde arbeid. Dus destijds molken wij 800.000 liter melk met 2 FTE. Mijn vader, mijn moeder en ik waren dat toen. Ik werkte toen ook nog buiten de deur. En nu doen we 1,7 miljoen produceren we nu met 2 FTE. We hebben nu een jongen in dienst voor 20 uur. Mijn moeder van 72 die werkt nog 20 uur per week ongeveer mee. En ik zelf. En wat doet je moeder dan in het bedrijf? Mijn moeder is een beetje de ogen van de boerderij, zeg maar. Ze ziet heel veel. Hè. Dat is fysiek misschien minder zwaar, maar ze ziet wel van alles wat er nog zou moeten gebeuren onder andere. En ze is heel actief bij de kalfjes met name. Dus de jongste dieren hebben heel veel zorg en aandacht nodig. De melkruimte, dat toont misschien al aan waarom het melken zo weinig arbeidsintensief meer is voor jou. Kun je dat uitleggen? Ja, we melken automatisch. Dat betekent dat de koeien vrij zijn om gemolken te worden. Ze komen 6 keer per 24 uur hier naartoe, melden zich in de melkrobot. De computer herkent dan of de koe wel of niet gemolken moet worden. Dus ze wordt niet 6 keer gemolken, maar van die 6 keer wordt ze 3 keer aangesloten. Kom binnen en eerst wordt dan het uier schoongemaakt en de spenen. Vervolgens komt de laser eronder en die zoekt de spenen op, de speencoördinaten. En dan wordt die aangesloten en dan gaat die vanzelf melken. In de melk worden allerlei data gemeten en wij kunnen op het computerscherm dan zien hoe het draait op stal. Die melk leveren we af, de mest vangen we op en die brengen we weer op het land. Hè, want de mest wordt door veel mensen gezien als afvalproduct, maar is een waardevolle mineralengrondstof. Hè, daar groeien die planten weer van. We telen ons eigen voer, gras en mais. Dat voeren wij aan onze koeien. Die maken er melk en mest van. Dan kun je nog gerichter gewassen bemesten. Wow, Yvonne, waar zijn we nu aanbeland? Nou, dit is de weidekamer. De weidekamer, vertel. Nou, dit is vroeger een oude koeienstal geweest die we verbouwd hebben tot verrassende vergaderlocatie. Dat mag je wel zeggen, ja. En wat kunnen jullie hier bieden? Nou, we zitten hier midden in het gebied van Greenport Venlo en we denken dat we de bedrijven hier in de buurt een mooie vergaderlocatie kunnen bieden. Het is ook mogelijk om hier cursussen te organiseren, klantenbijeenkomsten, dat soort zaken. Ja. En ik zie hier ook een heel prachtig fornuis. Welke functie heeft dat? Nou, het is ook mogelijk om een dag van vergaderen of cursussen af te sluiten met samen koken. Fantastisch. Ja, Fons, praktijk leren op jullie bedrijf, dat heeft een belangrijke plek. Hoe is het zo gekomen? Ja, wij zagen een aantal jaren terug al dat er een gat ontstond tussen onderwijs en bedrijfsleven. We hebben het initiatief genomen om praktijk leren zeg maar, op ons bedrijf toe te passen. Groepen leerlingen hier naartoe te halen en daar een freelance praktijkleraar, een specialist bij te zetten op verschillende thema's rondom de melkveehouderij. En op die manier doe je dus ook iets aan duurzaamheid, hè? Dus volgens op die manier werken jullie ook aan duurzaamheid op mensvlak? Ja. Het is natuurlijk een stuk eigenbelang, omdat we graag als sector goede mensen willen die straks op onze bedrijven kunnen werken. Maar ik vind ook dat een leerling gewoon recht heeft als hij voor die opleiding kiest op goed onderwijs. Ja, als Sita Verde College zijn we erg blij dat we met Fons Kersten in gesprek kwamen om te klankborden over wat wij noemen de veehouderijopleidingen.
Fons was vanaf het begin erg kritisch, maar had tevens goede ideeën en zelfs een plan hoe we het zouden kunnen verbeteren. Dat hebben we samen opgepakt, we hebben een plan uitgewerkt en niet alleen uitgewerkt, maar hebben het ook samen uitgevoerd inmiddels. En dat betekent nu dat ik kan zeggen dat zowel docenten, maar vooral ook leerlingen, studenten en ook het bedrijfsleven inmiddels erg enthousiast is over de resultaten. Dat heeft ertoe geleid dat wij binnen Citaverde dit als een nieuw model voor onze praktijk leren gaan hanteren. Ondernemen in het gebied Greenport Venlo, kans of bedreiging? Nou, wij hebben geprobeerd om het niet om als een bedreiging te zien dat de industrie op ons afkomt. Maar we hebben gezocht naar kansen wat we nog wel kunnen in dit gebied. Preppen over GBV, misschien kun je dat nog even toelichten. Ja, GBV, dat is gezond boerenverstand. Ik denk als je met dingen bezig bent die je goed kunt, waar je plezier in hebt en je stelt reële doelen, dat je dan een heel eind komt.